going over. You can get it slow moving. Blijf weg. Topnames. Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit De Waag in Amsterdam. De gast vandaag is Joost Bazelmans. Joost, je bent van Bomberbot. Jazeker. Nou, dat is een mooie naam in ieder geval. Dankjewel. Wat doet Bomberbot? Bomberbot heeft een lespakket voor het primair onderwijs waarmee kinderen leren programmeren. Primair onderwijs? Basisonderwijs. Kinderen 7 tot 12. Ja. Ja. En waarom is dat belangrijk? Waarom is dat belangrijk? Omdat kinderen eigenlijk opgroeien in een maatschappij waar bijna alles met programma's gestuurd wordt. Denk aan auto's, computers, tablets, noem het maar op, om ons heen. Dat biedt een aantal uitdagingen. Als wij kinderen leren programmeren, dan empoweren we de kinderen, geven ze kracht. Want ze kunnen daarmee computers beter bedienen, robots en machines leren gebruiken en zo. En ze hebben bijvoorbeeld creatieve ideeën die ze dan aan miljoenen anderen kunnen laten zien. Dus dat is een voorbeeld ervan. Verder, jong geleerd is oud gedaan. Ja. En programmeren is eigenlijk net als een taal. Wij leren kinderen de grammatica van iedere programmeertaal. En, is dat zo? Je zegt het als een soort van gegeven. Ja. Je kunt er ook natuurlijk ook anders tegenaan kijken en zeggen van ja, basisonderwijs is basisonderwijs en daar leren we de basisdingen. Ja. En waarom zou programmeren daarbij horen? Waarom zou biologie daarbij horen? Waarom zou dat ik kinderen uitleg dat een hart voor het bloed rond te pompen is, of een boom voor zuurstof zorgt? Evengoed kan ik kinderen uitleggen dat een computer niet zelf denkt, maar dat jij die kunt leren denken. Dat jij die zelf kunt programmeren. Mm-hmm. En als wij praten over de basis, dan leren wij kinderen echt het grammatica, loops, variabelen, functies, algoritmes, allemaal zaken die bij iedere programmeertaal de basis vormen. Dus ja, we geven ze gewoon een goede bagage mee. En dat is best wel goed. Ze krijgen daar een beter perspectief op de arbeidsmarkt in de toekomst. Want... Ja, nou, maar ik vraag ook, waarom heb je ervoor gekozen om je daarbij helemaal op het basisonderwijs te richten? Bijvoorbeeld niet op het middelbaar onderwijs. Want er zijn ook mensen die zeggen, ja, om te leren programmeren, jij noemt nogal een paar dingen, algoritmes, al dat soort dingen. Daarvoor heb je toch wel een zekere mate, dan moet je wel een redelijk abstractieniveau al aankunnen. Ja. Wat niet altijd het geval is natuurlijk op de basis. Ja, kinderen kunnen meer aan dan je denkt. Maar we gaan niet hele complexe dingen leren aan kinderen van 7, 8. Wat leren ze dan? Ja, we leren ze bijvoorbeeld grote problemen ophakken in kleine stukjes. We leren ze patronen herkennen. We leren ze in teamverband samen problemen te werken. En dat doen we vanuit een lesmethode waarbij een docent die hoeft ook niet de kennis te hebben van ICT. Wij hebben voor hem en of haar het lessen helemaal uitgewerkt, stap voor stap gescript en die kunnen zo de lessen doseren. Wat de kinderen dan geleerd krijgen, kunnen ze in een game toepassen. Nou, het game is natuurlijk super cool om te spelen, in de klas of thuis, want ze kunnen thuis gewoon verder. En dan leren ze bijvoorbeeld, ik zal het je daar laten zien, maar je hebt een grid waar een robot van de ene kant naar de andere kant kan lopen. En die moet in zo'n kort mogelijke route van A naar B. Nou, laat het gelijk maar zien. Ja, laat het even zien. Zet het scherm er maar bij. Ja. Zet aan. Ja, nee, maar begin maar gewoon. Oké, nou, ik heb hier Bomberbot. Bomberbot staat aan de ene kant van het veld en moet naar de andere kant, moet een ster ophalen. We zijn nu bij de les loops. Dus we hebben net uitgelegd wat is een loop. Nou, een loop is dat je... daar zijn we. Ik ga het even laten zien. Ik kan deze opdracht doen door naar boven, naar rechts, naar rechts. Naar boven, naar rechts, naar rechts. Naar boven, naar rechts, naar rechts. Dan gaat hij lopen. En dan zul je zien, dan haalt hij zijn doel. Missie geslaagd, krijgt 2 sterren, heel goed. Maar ja, ik wil er eigenlijk 3. En de docent heeft net in de klas uitgelegd dat als je iets wil herhalen, dan kun je bij Bomberbot en in het programmeren kun je loops gebruiken. Nou haal ik een aantal dingen weg. Bij ons is dat de gele accolade. En ik laat hem dit 3 keer herhalen. Oh, dan doe ik hem 4 keer. Hup, 3 keer. Hups, start. En nu zie je dat hij die sequentie 3 keer afdraait en dan heb ik, heb ik mijn score en dan ga ik naar het volgende level. Zo leer je ze met zo min mogelijk kleine stapjes. Van... Efficiency. Ja. Dus als iets op te delen is in 3 gelijke stukken, dat je dat onbekend... En in de klas leren ze dit met een dansje. Want ze zitten in de klas niet allemaal achter een schermpje, want dan kun je kinderen niks vertellen. De docent zegt bijvoorbeeld, jongens, we gaan dansen vandaag. Of de lerares zegt, jongens, we gaan dansen. Zeg eens een danspasje. Dan zegt de een, nou, we gaan, ik wil stap, klap, stap, klap. Dan schrijft de docent op stap, klap. Zit tussen haakjes en dan vraagt in de klas, oké jongens, hoe vaak wilden we deze danspas herhalen? 3 keer, zit er een 3 bij. En dan schuif, draai, opschrijven. En dan gaat de muziek aan, gaat de hele klas dansen en dan zien ze dat ze dus een aantal instructies 3 keer herhalen, 4 keer herhalen. Dan hebben ze het toegepast in de praktijk. Dansen, nou, zo doe je bijvoorbeeld. Oké, nou, dat zijn dus een soort van dingen die je moet kunnen om te kunnen programmeren. Een vraag van op Twitter nemen we altijd graag, in dit geval van Johan Schaap. Die zegt, is het niet genoeg om te kunnen omgaan met computers? Moet je echt allemaal kunnen programmeren? Nee, je hoeft niet allemaal te kunnen programmeren. Het is inderdaad belangrijk dat je omleert gaan met programmeren. Dus programmeren, wat wij doen op basisonderwijs, is ook een onderdeel van de 21st century skills. Ja, ze moeten ook leren wat een wachtwoord is. Of hoe ze informatie moeten vergaren en moeten verwerken. Of met robotica, met Lego Mindstorms of andere zaken. Dit is allemaal onderdeel van dat spectrum. Maar als ik op school rekenen krijg, dan hou ik het ook niet alleen bij de tafels. Dan ga ik ook andere dingen doen. Dus het is gewoon een onderdeel van die digitale vaardigheden. Ja, maar is het logisch leren denken bijvoorbeeld wat jij zegt? Is dat niet altijd al onderdeel geweest van het rekenonderwijs? En, niet wiskunde op de middelbare school? Of, wat is er dan heel specifiek aan? Nou, wat er heel specifiek aan is, is dat, dat je ze noemen dat computational thinking. En dat zijn vaardigheden die ze wat abstracter leren denken. En die zijn niet overal in het onderwijs aanwezig. Ja. Hey, jullie, nou, er staat al een prachtige omgeving die gebruikt is. Vertel eens iets, waar staan jullie? Zeg maar, hoeveel scholen of hoeveel leerlingen, mensen gebruiken dat al? Waar wij staan, wij zijn vorig jaar, januari, februari, zijn we gestart met een prototype te bouwen. Dat prototype is eind vorig jaar afgerond. We zijn sinds januari, februari echt live. Nou, heb je bij scholen een redelijk gebroken cyclus, want in de zomermaanden zijn ze allemaal met vakantie. En aan het eind van de zomer moet er iets gekocht worden, maar ja, dan kom je net aankloppen. We hebben nu iets van 650 accounts die actief zijn. En dat zijn trial accounts. En dat is niet alleen in Nederland, want we zijn live in het Engels, in het Spaans en in het Nederlands. We hebben in Nederland iets van 200 actieve users. En van die 200 actieve users hebben we ongeveer 45 scholen die, want je kunt bij ons een account aanvragen, dan kun je 30 dagen losgaan. Die hebben we, die zijn we aan het converteren naar betalende gebruikers. En daarvan hebben we er nu ongeveer 45 die actief zijn. Ja, het lastige lijkt mij, als jullie nu even als een soort uitgever mag zien, dat is nogal lastig als scholen binnenkomen. Ja. Want heel veel dingen liggen vast. Ja, er is geen tijd. Er is geen tijd, er is geen geld ongetwijfeld. Nou, die 30 dagen helpen daarbij. Ja, dat geld zal meevallen, want de kosten die vallen nogal mee. Maar het is inderdaad een uitdaging om naar binnen te komen. Het is ook heel veel koudwatervrees. Docenten moeten weer iets nieuws. Er moet weer iets bij. En we hebben of de tijd niet, of ze denken de kennis niet te hebben. Dus daar spelen wij slim op in, want we hebben die docenten echt, we geven ze echt de tools waarmee het voor hen echt eenvoudig wordt om die les te geven. Ze krijgen PowerPoints die van A tot Z uitgewerkt zijn, daarnaast een gescripte les, et cetera. Dus dat werkt gewoon feilloos. We zien nu docenten die er eenmaal mee aan de slag gaan, daar krijgen we berichten van terug. Joh, geweldig, ik heb hier 14 kinderen en ze zitten helemaal achter een computer en ze zijn helemaal blij en happy. Nou, dat is gaaf, het werkt. Maar ja, het blijft een uitdaging, dus we gaan niet alleen naar scholen, we gaan ook naar BSO's, naschoolse opvang. Want ik zit zelf in de ouderraad op de school van mijn kinderen en daar wouden ze ook iets doen met programmeren. Maar de directrice had er geen tijd voor en het was te druk, et cetera. Ja, dan is de vervolg is in de brede school, oké, dan gaan we kijken, kunnen we dan, want de ouders willen het vaak wel, kunnen we het dan doen op de BSO. Nou, dus we zijn met een aantal BSO's, die zijn nu bezig met Bomberbot. Dan hebben we nog de route via de mediacoaches. We hebben net in Zuid-Nederland, in Tilburg en Limburg en Brabant, hebben we 20 mediacoaches opgeleid bij Cubis. Die helpen allerlei bibliotheken daar. Ja, die zien voor hun ook ontstaat voor hun ook weer een extra businessmodel. Want ze kunnen een nieuw vak doceren met tools die voor hun eenvoudig te gebruiken zijn. En die kinderen die doen bij de bibliotheek of bij de medecoach op school zeg 3 of 4 lessen, of misschien de volle 16 lessen, want we hebben een curriculum van 16 lessen. Maar stel dat ze 3, 4 lessen doen, dan kunnen ze daarna thuis verder. En ja, we hebben... Ja. Ja. Waarom ben je hiermee begonnen? Kijk, als je, vooral vanuit de vraag van ja, je kunt 1000 dingen beginnen als je gaat ondernemen. Ja, waarom begin je dan met een lespakket voor de basisschool voor programmeren? Nou, om eerlijk te zijn, ik ben het niet begonnen. Christian is begonnen, een jongen uit Colombia. Ik ben hem tegengekomen toen hij goed 12 maanden bezig was en zijn BV hier in Nederland had. Ik heb zelf veel in online marketing gezeten, veel gericht op kinderen. En ik zag in dit product en in deze ondernemer, iets wat waarde toevoegt. Het gaat verder dan een displaycampagne draaien. Het gaat verder dan misschien wel een toffe geïntegreerde campagne maken. Dat blijft reclame. En ik ben nu echt bezig met kinderen iets bieden. Er zijn 900.000 vacatures in Europa in ICT. Als jij wat van programmeren weet of wat van computers, wat meer dan jouw collega, dan heb je een streepje voor op de arbeidsmarkt. Dus je biedt mensen een perspectief. Ja, want je gelooft er ook wel echt in. Ja, uiteraard. Je bent marketeer, zeg je eigenlijk. Ja. Die kunnen toch alles verkopen? Ik ben vooral ondernemer. Die kunnen toch alles verkopen, maakt er niet uit. Ja, dat kan, dat kun je zeggen, maar het voelt goed. Maar je vertelde net voor de uitzending, je hebt er ook zelf in geïnvesteerd. Ja, natuurlijk. Ja. Okay. Ja, als ik ergens aan mijn ziel en zaligheid aan geef, dan wil ik er ook wel van. Ja. Ja, en we hebben een product, iets wat wereldwijd gebruikt kan worden. Ja. Programmeren is niet in Nederlandse taal, nee, dat is gewoon... Ja, bedenk maar, alle landen hebben ze een tekort aan programmeurs. In alle landen is behoefte om... mensen het uiterste te halen uit de technologie. Hey, wordt er tot nu toe op gereageerd op de scholen? Door de docenten bijvoorbeeld? Laten we daar eens mee beginnen. Door de docenten wordt er goed op gereageerd. De docenten die... ik praat vooral met ICT-coördinatoren van stichtingen van scholen. Die zijn er naar op zoek. Ze hebben al wat alternatieven. Want je hebt van code.org heb je Scratch. Scratch is een prachtig pakket. Het is net eigenlijk een vervolg op Bomberbot. Maar als je met Scratch in de slag gaat, dan moet je in een online community zelf je les bij elkaar sprokkelen. En dat kan. Als jij bevlogen bent met computers en met programmeren, dan is dat prima weg. Maar ja, onze missie is om iedereen te leren programmeren. En dan kun je niet draaien op 3, 4 enthousiastelingen. Dan moet je al die docenten in een kracht kunnen zetten. En als je naar de toekomst kijkt, hè, want je zegt nu, dit is die jonge jeugd, zeg maar. Maar goed, als jullie missie is, zeg maar, de kinderen klaarstomen voor een toekomst van programmeren, dan zou je eigenlijk, moet je de volgende stap op een gegeven moment ook gaan doen. Is dat ook jullie lange termijn ja, uiteraard. Visie? Ja, kijk, we starten nu in het primair onderwijs, omdat we zien dat... Daar is het meeste vraag, of die vraag naar, vind ik het belangrijkste om daar te starten. Laten ze er vroeg mee beginnen. Daarna kunnen ze naar elke andere aanbieder die zoiets heeft wat erop zou volgen. Wij kijken wel naar nieuwe mogelijkheden om mee te groeien met die doelgroep. We hebben gekeken naar Scratch, we hebben ook gekeken naar Blockly van Google. Lijkt op Scratch, alleen daarin zit veel meer JavaScript, is veel meer zichtbaar aanwezig. En je kunt daar echt toggelen tussen de block-based taal en JavaScript. En dan heb je dus sneller een brug naar een text-based programmeertaal. Maar zover is het niet, want we moeten beginnen bij het begin. En eerst zorgen dat we zoveel mogelijk scholen aansluiten en zoveel mogelijk kinderen bereiken met programmeren. Ja. Hey, Heb je er ook over gedacht om het, zeg maar, die scholen gewoon links te laten liggen? Gewoon op de jongeren of op de ouders of op te richten? Ook, want je hebt nou wel een... Als het je lukt is het mooi, maar je kiest voor een extra barrière. Weg van de meeste weerstand zijn we nu aan het opzoeken, dat klopt. Kijk, wij hebben, toen wij het lespakket ontwikkelden, hebben wij gekeken naar het curriculum in de UK. Daar is het al verplicht. In Finland is het volgend jaar verplicht. In Duitsland zijn ze aanwezig. Er zijn steeds meer landen waar het verplicht wordt. Dus daar ontstaat een vraag naar een oplossing waar docenten makkelijk kunnen leren programmeerles kunnen geven. Dus nu is het vrij tough hier in de Nederlandse markt. Maar als die switch omgaat, want we hebben gesproken in Finland, daar zijn we net van terug. Ja, die zitten allemaal te schreeuwen om een oplossing. In Engeland is het verplicht. Maar ze hebben geen tools, dus wat doen ze? Ze huren mediacoaches en zo in om die les te geven. Dat is natuurlijk geen duurzaam model. Je kunt die docent beter. Dus dat is onze gedachte. We hebben nu die lessen ontwikkeld voor de docent, dus die kan die lessen geven. Dat wat hij gebruikt of wat we voor hem gemaakt hebben, dat kunnen we natuurlijk ook verpakken in bijvoorbeeld een video. Dus zo hebben we met Nick Jordan, dat is een jongen van 13 die Python lessen geeft op YouTube. Die hebben we betrokken bij ons bedrijf voor een set aan tutorial video's. Die hebben we allemaal opgenomen, die komen binnenkort op het platform. Als jij dan thuis een home account neemt, dan kun jij erin en dan vertelt Nick van 13 jou wat een loop is of wat variabelen zijn. En die helpt je ook nog een paar lessen op weg. Ja, dat is natuurlijk gaaf. Ja. Dat is natuurlijk heel gaaf. Want dan... En nog een vraag van Twitter. Hoe zit het met de kennis en het enthousiasme van de docenten op het gebied van programmeren? Wat is jullie ervaring tot nu toe? Het enthousiasme is er zeker. Er was net, stond gisteren geloof ik, een onderzoek in de Nationale Onderwijsgids. Mag ik kwijt zijn, ik geloof 80% van de docenten ziet in dat we er iets mee moeten doen. Maar dat is geloof ik, 18% voelt zich er vertrouwd mee, geloof ik. Ik weet de cijfers niet precies, maar het enthousiasme is er. Maar de kennis is er niet. Het is geen onder... Daar zijn we mee bezig. We zijn met het Friesland College zijn we nu gestart met een leerlijn programmeren voor PABO-studenten. Het zijn 120 studenten, waarvan er 40 volwassenen die een nieuwe baan gaan ontwikkelen of doen. En een hoop jongeren. Die zijn naast Bomberbot zetten ze ook een aantal andere programma's in hun leerlijn. En Bomberbot is daar één van. Ja, dat is natuurlijk ook weer geweldig, want daar leren we... Hebben we in één keer 120 docenten die met het product bezig zijn. Die feedback geven, die zelf nieuwe lessen bedenken, die ze bij ons in de online community kunnen gooien. We hebben op Facebook daar een community waar de docenten met elkaar in contact zijn. Ja, ik ben natuurlijk keihard enthousiast. Hé, maar ik vind het hartstikke leuk. Ik vind het is leuk om te doen. En ik heb ook wel eens naar Scratch gekeken en ook wel eens naar andere dingen. En toch denk ik altijd, als ik zoiets als dit gezien heb... En ik heb dan mijn cursusje JavaScript of mijn cursusje Python of mijn cursusje weet ik veel wat gedaan. Ja. Dan denk ik, ja, weet je, is dit niet een enorme versimpeling van wat je aan die andere abstracte kant krijgt? Ja, zo makkelijk is het. Maar... Het is daadwerkelijk, de fundamentele principes van het programmeren zijn daadwerkelijk zo simpel. Hey, maar dus kunnen jullie ook ingewikkelde dingen gaan doen met jullie simpele methode? Ja, level of les, ik geloof 14 of zo, die is denk ik voor de lagere klassen te moeilijk. Daar krijgen ze debugging. Ja, debugging, maar er zit er één waarbij ze vijf puzzels krijgen waar ze één oplossing voor moeten bedenken. Nou, dat is best wel complex. Dus ook hiermee kun je het heel complex maken. Dus we zitten nu op 16 lessen. Die richten we op leeftijd 7 tot 12. Dus dat is eigenlijk nog iets te breed. Die 16 lessen die worden straks verdubbeld. 16 wordt iets makkelijker gemaakt. Die 16 wordt iets moeilijker gemaakt. Ja, met puzzels, ga maar na. Dat kun je best wel complex maken. Want er zitten ook conditionals in. Als daar een blok staat, dan ga naar rechts. Leggen we in de klas uit, als het regent, doe je paraplu omhoog. Of, ja, dat is... Zo simpel is het, maar je kunt het ook heel moeilijk maken. Ja, ja, ik merk ook wel... ik heb ook een dochter die net... die is al 2 jaar van de basisschool, dus maakt het allemaal mee. De docenten die het veel te druk hebben, die onderbetaald worden. Ontzettend veel druk op het onderwijs. Van alles moet. Ouders klagen zich helemaal gek. Engels Kinderen bij. Leren geen Engels. Wat volgens veel mensen toch wel een life skill is. Ja. En dan kom jij en zegt, ja, ze leren geen Engels, maar ik vind programmeren nog belangrijker. Weet je wel, hoe beweeg je in dat krachtenveld? Want het is natuurlijk toch een ingewikkelde... Bikkelen. Het is een ingewikkelde toestand. Maar jij... Eigenlijk 2 vragen. Hoe beweeg je in het krachtveld? 2, vind jij dan nog steeds dat programmeren zo belangrijk is dat desnoods al die andere dingen waar al zoveel druk op staat, dus Engels of goed. Filosofie, daar heb ik een antwoord op. Levensbeschouwelijke dingen die altijd sneuvelen, de gymlessen waar ze niet aan toe komen, creativiteit, tekenen. Als ik een antwoord mag geven, ik breng dat product naar de markt omdat ik ervan overtuigd ben dat het belangrijk is dat kinderen leren programmeren. Hoe scholen hun lessen indelen, daar ga ik niet over. Jij kunt als school prima een aantal dingen combineren. Want je kunt bijvoorbeeld Engels verpakken in biologie. En je kunt met koken kun je kinderen de gewichten leren. Ja, maar je kunt natuurlijk alleen overtuigd brengen. Dus de manier waarop lesgegeven wordt. Van, nou, jij vindt wel, je doet dit omdat je dit het belangrijk vindt. Nee, helemaal niet. Nee. Dit is niet het belangrijkste. Er zijn zoveel dingen belangrijk. Ik vind het belangrijk dat kinderen de mogelijkheid hebben om dit te doen. Mm-hmm. En ik vind het raar dat in een wereld waar alles zo ongeveer digitaal is, dat het niet aangeboden wordt. Dat klopt gewoon niet. Ze leren wel, ja, nogmaals, dat een boom voor zuurstof zorgt. Ik wil er ook geen bioloog van maken. Maar ik vind het wel belangrijk dat ze snappen dat dat zo is. Ja. Ik heb een 3D-printer gekocht een jaar of 3 geleden en ik bak heel graag zuurdezenbrood. Nou, zuurdezenbrood ben ik tijdens het weekend mee bezig, dus mijn kinderen denken, oh, fuck. Ik heb die 3D-printer en die kinderen zitten net als ik daar zo een paar uur te kijken hoe dat ding aan het draaien is. En op een gegeven moment zegt Sien, mijn jongste, die zegt van, pap, waarom kun je geen brood printen? Het feit dat zij zo'n verbinding legt, kan alleen maar gebeuren doordat ik met dat soort dingen bezig ben. Zo'nzelfde inspiratie wil ik brengen bij kinderen als ik iets met programmeren doe. Of ja, met 3D-printen, want het is niet het een of het ander. Er moet gewoon iets gedaan worden op dit gebied. Hey, dit is lange adem, hè, denk ik. School voor school, zeg maar, ongeveer. Hoe ziet jouw toekomst eruit? Wat wil je over een jaar, wat wil je over 5 jaar bereikt hebben? Nederland is te klein. Want en het tempo en het prijspunt waarop we zitten en de acceptatie, dat gaat gewoon niet snel genoeg. Dus Finland is een heel belangrijk land voor ons waar we naar mee bezig zijn, omdat het daar vanaf 2016 verplicht is. Engeland is een interessant land om naar te kijken, maar we weten ook van aanbieders van andere digitale materialen in het basisonderwijs dat er veel landen om ons heen zijn in Europa die hiermee bezig zijn. Dus, ja, dit product moet snel mogelijk in andere landen live. Maar daar heb je, neem ik aan, extra investering voor nodig? Of heb jij er zelf al ingestopt zelf? Nee, dat heb ik niet. Ik kan heel veel liefde en tijd in stoppen, maar genoeg om dat te financieren, daar zit het mij niet in. Ja, daar is ruimte om te investeren in een Bomberbot, klopt. We hebben onze seed round is rond. En we zijn op zoek naar een volgende ronde. Ja. Dat is onderdeel van de uitdaging om in die, het is edtech, de markt is de wereld, wat mij blijft fascineren, jij hebt net al gevraagd, maar ik denk toch nog wel behoefte aan een iets dieper antwoord erop, over de keuze om het via de scholen te doen. Kijk, ik heb ook kinderen in die leeftijd gehad, niet zo lang geleden. Ja. Als je bijvoorbeeld vergelijkt met leren typen, vind ik ook zo'n vaardigheid. Ja, weet je, dat slaat nergens op dat kinderen niet, dat ze wel leren schrijven, maar niet leren typen in deze tijd. Nou, dat vond mijn dochter ook, maar die gaat dan buiten school. Zijn er 1001 manieren en online cursussen waarop zij zelf typen kon leren. Stond om 7 uur 's ochtends op, ging ze de typecursus doen. Dus buiten de school om kinderen gemotiveerd om dat zelf te gaan doen. Ja. Dat lijkt mij op zich een hele logische weg. Is ook. Dat als de kinderen zelf maar zien dat ze wat oplevert. Dat is ook een heel belangrijk onderdeel van ons businessmodel. Maar waarom kies je dan toch nu voor die scholen? Om het door de scholen te doen? Dan heb je niet een soort individueel gefocust pakket. Ja, omdat we zien dat, wat ik net zeg, omdat er in landen waar het verplicht gesteld wordt er een vraag is. Oké. Als we in scholen zitten, dan... dat geeft ook vind ik, een behoorlijk waardeoordeel aan een product. Als een school dat doseert, dan is het vaak wel iets waar zij het vertrouwen in hebben. Dus dat vind ik belangrijk. En 1 docent die het kan doseren, die kan 30 kinderen in 1 keer die les geven. Ja, en de online markt, kijk, we hebben er natuurlijk over gedacht om het als game te doen, want zo zijn we ooit gestart. Maar wie heb je dan tegen je? Dan heb je Rovio, alle gamepartijen trekken eraan. Dan moet je op de appsmarkt downloads, installs gaan kopen. Dat is ook best kostbaar om dan veel kinderen te bereiken. Dus ik denk dat dit best wel een mooie manier is om veel kinderen te bereiken. We hebben net in Suriname een samenwerking met Code4Su, vanuit het Codepact. We hebben die jongen die daarmee bezig is, hebben we gratis onze techniek gegeven. Dus die kan er op alle scholen programmeerles gaan geven met Bomberbot. Ja, dat... Ja, het lijkt voor jullie gewoon de meer logische, efficiënte route. Ja, voor die markt, die thuismarkt, heb je best wel wat cash nodig om die open te breken. Ja. Om dat tussen te komen. En net wat je zegt natuurlijk, als er landen zijn waar het verplicht gesteld wordt, geeft dat meteen een kans voor een partij die er klaar voor is. Ja. Dus dat is een heldere inderdaad. Ja. Hey, wie zijn je belangrijkste concurrenten? Zit dat bij de educatieve uitgeverijen? Doen die wat op dit gebied? Of zijn er meer initiatieven zoals jullie? Ja, ik denk eerder initiatieven zoals ons. Met alle respect voor de educatieve uitgeverijen. Maar die komen natuurlijk van een heel ander model dan het online model. Dus die zijn daar nu mee bezig. Die zullen de focus misschien niet precies hierop hebben. Maar eerder op de traditionele materiaal die ze hebben om te bouwen. Die zijn wel interessant, denk ik. Of zij zullen misschien wel met interesse kijken naar ons. Omdat ze misschien die versnelling willen maken. Een Scratch is een belangrijke concurrent. Er zijn wat aanbieders op de markt, maar die markt is zo knijtergroot. Ja, dus je hebt er geen last van. Nee, maar. Nee. Ja, nee. En als je de media volgt, wij roepen best hard op het moment. En dat doen we met niet al te veel middelen. En we worden overal gehoord en ik zit ook bij jou aan tafel. Zo is het. En jullie waren de meest innovatieve start-up volgens Start-Up Delta het afgelopen jaar. Dus klopt. Mooie successen. Nou ja, hartstikke goed. Vind je ervan? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ik heb natuurlijk nog niet ik ben nog niet tot level 16 gekomen. Nee, het ziet er heel leuk uit. Wat ik leuk vind is dat het een soort spelletjes zijn geworden. Wat mij wel fascineert is, ik heb altijd als ik naast een programmeur zit en ik zie naast zo'n scherm te kijken, dan denk ik altijd, dat moet nog anders kunnen. Dus in die zin heb ik dan altijd de hoop dat het visuele programmeren is toch eigenlijk, tenminste in mijn beleving, voor zover ik weet, nooit echt geworden, zeg maar. Ik vind het andere, die schermen met al die ruimte, met al die leuke kleurtjes er ook nog bij. Dus de vraag stelde ik je net, hè, weet je, dat is de vraag die ik nog wel heb. Weet je wel. Is dit inderdaad, weet je, hoe is die aansluiting tussen dit en dan echt iets gaan maken? Ja, die is er. En die gaan we realiseren. Ja, nou, je had voor mij al gemerkt, je vraagt wat vind je ervan. Ik vind het fantastisch. Ik was ook heel blij dat nogmaals mijn eigen dochter op een gegeven moment wat ging programmeren. Want ik ben het helemaal met je eens dat het een soort van life skill is. Het enige is, maar dat merk je al een beetje aan mij. Ik word laatst helemaal doodgegooid met mensen die of bij ons aan tafel, dan wel in de media, dan wel in de kranten, allemaal lopen te roepen dat als je niet kunt coden, zo noemen ze dat tegenwoordig, dat schijnt dan het modewoord te zijn, dat je dan in deze samenleving niet meer meedoet. En misschien zegt dat iets. Ja, maar weet je, ik vind het ook, we moeten ook wel het in perspectief blijven zien. Dus ik ben ontzettend blij dat jij dat doet en zegt van ja, weet je, je hebt geen oordeel over wat belangrijker is. Je vindt vooral dat dit onderdeel moet zijn van het curriculum. Dat ben ik hardgrondig met je eens. Ja. Maar we moeten ook wel een klein beetje de dingen in perspectief blijven zien. Dat is wel een beetje mijn oproep aan iedereen die roept dat iedereen moet kunnen coden. Ja, ik vind het idee. Wat verschilt trouwens tussen coden en programmeren? Volgens mij is het ene Engels en het andere Nederlands. Het ene is wat breder, code is misschien wat... ik weet het niet. Het is allebei denk ik goed dat de kinderen daar een keuze in hebben om dat te kunnen doen als ze dat cool vinden. 100% eens. Dankjewel. Hey, jij ontzettend bedankt en kom op over een jaartje of vertellen hoe het staat. En kijken, dan willen we ook graag weten hoe weerbarstig de onderwijswereld was. Want dat is wel een zorg, maar goed, daar hebben we het even over gehad. Dat is de zorg die ik zou hebben. Maar in Finland en Engeland wordt dat een makkie, hoor ik al. Dus dat is hartstikke goed. Hey, kijk je live, we gaan straks verder hier. En dan praten we over GitLab. Dat kun je als je on demand kijkt inmiddels ook al terugzien. We danken Streamzilla uit Groningen die ervoor zorgen dat je live kon meekijken. En je ziet hieronder in het scherm dat je media over innovatie kan steunen. En dat doe je voor €10 per maand als je dat URL volgt. Doe dat en daar vind je wat je allemaal voor terugkrijgt. Zo direct gaan we hier verder. Tot zo. Dag.